We are challenged. We worden uitgedaagd door een wereld waarin zelfs veranderingen veranderen. We zijn ambitieus en willen een goede universiteit zijn en blijven. We leiden onze studenten op tot leiders van de toekomst. Betrokken mensen die van betekenis zijn voor de samenleving en die daarop ook reflecteren. Vier waarden inspireren ons op weg naar ons 100-jarig bestaan. Samen maken we deze waarden waar. Ze geven richting aan ons handelen en onze keuzes. Curious. Steeds meer interactie tussen intelligente machines, intelligente systemen en de mens met zijn eigen hele specifieke cognitieve functies en psychologische functies. En die kunnen beide profiteren van die technologie. Nog ouder wordt is kennisdeling relevanter. Dus als je dat op die manier dan in zou richten, denk ik dat je een breder publiek aanspreekt. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kennis en inzichten bij onze studie van mens en maatschappij. Nieuwsgierigheid stimuleren we via ons unieke onderwijsprofiel, waarin kennis, kunde en karakter centraal staan. Naast vorming op het gebied van filosofie en ethiek, vraagt de huidige tijd om nieuwe kennis van digital sciences. In international classrooms ontmoeten Nederlandse en buitenlandse studenten elkaar. Via blended learning studeren zij op hun eigen manier, individueel en in dialoog met elkaar. Ook na het afstuderen blijft de nieuwsgierigheid. Een leven lang leren wordt onze vierde kerntaak. Caring. De universiteit is al heel erg bezig met studenten klaarstomen voor de toekomst. Maar ook klaarstomen voor wat je sociaal, voor je vrienden en je familie en je medemens moet doen. Ik zou het persoonlijk contact sowieso behouden. Dat moeten we niet verliezen. Tilburg University is een gemeenschap waar we elkaar kennen en waarderen. Veilig, inclusief en divers. We respecteren elkaar en onze omgeving. Menselijke waardigheid en duurzaamheid zijn uitgangspunt in onze besluiten en handelen. We hebben aandacht voor studentenwelzijn en werkdruk voor medewerkers. Onze campus is een bruisende, groene en gezonde omgeving. Hier komen gemeenschapsgevoel en ontmoetingen tot bloei. Connected. Okay, hoe kun je het best leren samenwerken? Als dat is met iemand van een andere opleiding of iemand zelfs van het HBO of gewoon echt in teams samenwerken voor iets wat totaal niet met jouw studie te maken heeft. Dat dan dat samenwerken echt centraal staat in plaats van het er even bij pakken bij je opleiding. De universiteit beweegt de stad in, beweegt de samenleving in. En gaat zo in veel meer treedt zo in veel meer interactie met het bedrijfsleven, maar ook met andere maatschappelijke partners. En ik denk dat dat een hele belangrijke en goede ontwikkeling is. Dan heeft de Tilburg University toch een heel mooi arsenaal. Waar zij allemaal actief in zijn, sluit heel goed aan op de behoeftes die een ziekenhuis heeft. Dat netwerk samen ontginnen en dat niet incidenteel doen, maar structureel en daar gewoon bij wijze van spreken voor 10 jaar afspraken over maken, daar ben ik wel voor in de markt, zeg ik dan maar. We zijn verbonden met de samenleving, met andere disciplines en andere culturen. We omarmen variëteit en leren van andere perspectieven en disciplines. We werken samen met partners in regionale, nationale en internationale ecosystemen. Wanneer onze sterke disciplines interdisciplinair samenwerken, kunnen we nog meer van betekenis zijn. Onder het motto Brede Welvaart zetten we extra in op 3 interdisciplinaire onderzoeksthema's. De duurzaamheidstransitie, ongelijkheid en welzijn en gezondheid. Team Science wordt meer en meer staande praktijk op onze onderzoeksgebieden. Sociale ondernemerschap van medewerkers en studenten blijven we ondersteunen. In de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en onze omgeving vindt kennis haar weg. Courageous. En die professionals die kunnen hun werk goed doen, dan worden die studenten goed afgeleverd. Daar hebben we niet heel veel regels voor nodig. Technieken die ons in staat kunnen stellen om juist onze impact makkelijker te kunnen meten en te presenteren. Ik denk dat het juist kan helpen als je dan een samenwerkingsverband hebt met het bedrijfsleven, waarin je inderdaad ook data uit het bedrijfsleven kunt halen, waarin je problematieken waar de bedrijven mee worstelen, waar ze over 5 of 10 jaar last van hebben en ook in hun bedrijfsvoering last van hebben, dat jij zegt, nou daar hebben we oplossingen voor, daar kunnen we naar kijken, daar kunnen we samen aan gaan werken.
We hebben de moed om ver te reiken en onze eigen weg te gaan. We dagen elkaar uit, vertrouwen elkaar en geven elkaar de ruimte. Ook om van onze fouten te leren. We stellen ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid. Het University College wordt een gemeenschappelijk programma met een sterke aansluiting bij de Sustainable Development Goals. Stabilisatie in studentenaantallen grijpen we aan om kleinschaligheid en kwaliteit goed te borgen. We zetten in op een verbetering van onze student-staf-ratio. We investeren in betere stuurinformatie en informatiesystemen. Een programma ontknopen en ontzorgen gaat letterlijk ontregelen. Moedig zijn we ook in onze productieve onrust. Kritisch en onafhankelijk reflecteren we op schijnbare zekerheden en vanzelfsprekendheden. Samen ontwikkelen we ideeën voor een betere samenleving en goed leven voor iedereen. Moedig zijn we. Kritisch, onafhankelijk en daadkrachtig. Weaving minds and characters. Nieuwsgierig, zorgzaam, verbonden en moedig zijn we op weg naar ons eeuwfeest in 2027. Klaar voor ons tweede centennium. Onderweg leren we van alles wat we ondernemen. We vinden antwoorden op nieuwe ontwikkelingen en scherpen onze plannen daar weer op aan. Dat doen we in verwevenheid met elkaar en de samenleving. Weaving minds and characters.